Welkom bij de Peak Performance Podcast, de podcast voor winnaars. Mijn naam is Sanne van Paassen. Ik geloof erin dat jij tot nog meer in staat bent dan dat jij zelf nu denkt. In deze podcast interview ik inspirerende gasten en geef ik tips om structureel topprestaties te leveren. Hiervoor heb je een hoge energie nodig, die je met toewijding doelgericht inzet. Niet als een eendagsvlieg, maar juist keer op keer. En dat vraagt durf en lef. Wil jij met een energieboost en vol inspiratie je dag vervolgen? Blijf dan vooral verder luisteren. Come on and move your body now and feel the energy of life. Tof dat je weer luistert naar de Peak Performance Podcast. En misschien luister je nu wel voor het eerst. Leuk dat je hier nieuw bent. Ga lekker genieten van dit mooie interview. Vandaag staat er een interview online met Siert Nutma. En Siert neemt ons mee in zijn verhaal over mentale veerkracht. En als jullie deze podcastshow al vaker hebben geluisterd, weet je dat ik er echt in geloof dat wij tot nog meer in staat zijn dan dat we zelf denken. En Siert neemt ons mee hoe hij dat toepast. En nou, echt, hij geeft ons praktische tips, praktische tools waarmee je direct in actie kan komen. Nou, kom daar ook echt mee actie. Ga het ook gewoon doen. En sowieso, als je echt een actieondernemer bent, daarmee ga je het verschil maken. Dus niet alleen luisteren, laat je niet alleen inspireren, maar ga het doen. Ik heb iets tofs voor je. Je kunt op mijn website een mooie weggever downloaden. Ik heb een werkboek gemaakt, zodat jij moeitelozer je doelen gaat realiseren. Hoe jij nog meer zakelijk gaat winnen zonder privé te verliezen. En nou, het lijkt me gewoon heel erg fijn als ik je daarmee mag helpen. Nou ja, ga lekker luisteren. Maak onder het luisteren even een printscreen. Tag mij, tag Siert, zodat wij weten dat je hebt geluisterd. En deel ons je mooiste inzichten. Dat vinden we leuk om te horen. Nou, veel luisterplezier. Ga lekker achterover liggen, zitten. Of misschien bij je aan het auto rijden. En ga vooral genieten. Lieve luisteraar, tof dat je weer luistert. Ik heb vandaag het geluk, de eer, dat ik met Siert mag spreken. We gaan een hele mooie podcast maken. Laten we daar gewoon beginnen, dat het sowieso een hele mooie podcast wordt. Siert, dankjewel. Tof dat je hier in Vlieren bent. Ja, super. En mijn eerste vraag eigenlijk altijd, Siert, is waar krijg jij het meeste energie van? Ja, dat is een hele makkelijke vraag, Sanne. Sporten. Sporten? Ja. Oh, daar hadden we het net al over. Ja. En waarom krijg jij zoveel energie van het sporten? Ja, ik vind het gewoon heerlijk om fysiek bezig te zijn. Naast het werken natuurlijk en alle andere dingen die ik doe, maak ik toch minimaal, denk ik, 5 à 6 keer in de week tijd om te sporten. Want ik heb mezelf gewoon wijsgemaakt dat het onderdeel uitmaakt van mijn werk. Weet je, dus als ik propageer dat je goed voor jezelf moet zorgen. Dat je moet doen waar je energie van krijgt. Ja, dan moet je dat zelf ook doen natuurlijk. Ja, nee, sowieso practice what you preach. Ja, precies. Dus voor mij is sporten is gewoon... ik ben natuurlijk een spreker en trainer. Ja. Maar sporten is gewoon, maakt gewoon onderdeel uit van mijn dagelijkse agenda. Dus sporten is werk. Sporten is werk. Ja. Ja. En hè, want je zegt ik ben spreker en trainer. Misschien is dat wel meteen fijn voor de luisteraar, hè? Van neem ons eens mee van wie ben jij? Ja, nou, ik ben Siert en ik ben spreker en trainer op het gebied van mentale veerkracht. Dus ik leer mensen hoe ze om kunnen gaan met werkdruk en stress. En hoe ze ervoor zorgen dat ze onder alle omstandigheden optimaal blijven presteren. Maar het antwoord is dus gewoon sporten. Nou, onder andere. Voor mij, hè? Je vroeg waar ik energie van zou krijgen. Waar ik energie van krijg, ja, dat is sporten. Ja, 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 ja. Nee, joh, al die klanten en zo. Nee, joh, dat wil ik helemaal... Oh, nee. Nee, is een geintje. Nee, nee. Ik krijg zelf veel energie van sporten. Ja. Ik werk natuurlijk alleen. Dus ik reis veel door het land. Ik geef meer dan 100 trainingen en lezingen per jaar. Ik zit veel in hotels, et cetera. Ik ben veel onderweg. Maar ik probeer altijd tijd vrij te maken om te sporten. Mooi. Ja, en, want ja, je kan niet... ik ken veel ondernemers of veel collega-trainers ook die inderdaad ook veel thuis werken. Hè, die gewoon een kantoor en huis hebben. Ik ook. En ja, op een gegeven moment na 6 uur werken... Of, na 6 uur achter je computer zitten...
ja, is het ook wel eens een beetje klaar. Dus ik probeer echt gewoon te sporten en dat onderdeel uit te laten maken van mijn dagelijkse routine. Ja. Ja. En hoe ben je tot dit inzicht gekomen dat dat zoveel voor jou betekent? Ja, eigenlijk, ik sport al van jongs af aan. Mm-hmm. Dus dat, we hadden het er net over dat ik volgende maand al 48 word. En nou ja, ik sport al vanaf mijn derde. Vanaf je derde? Ja, bij wijze van spreken. Ja, vanaf met de paplepel ingegoten. Ja. Dus wat van oudsher, kijk, ik ben nu sinds een jaar of 10 ben ik spreker en trainer op het gebied van mentale veerkracht. Maar als je kijkt naar mijn werkverleden, ik ben oud beroepsmilitair. Mm-hmm. Ik ben oud politieman. Dus ik heb altijd wel actieve beroepen gehad waarin sport een heel belangrijk onderdeel was. En ik ontdekte eigenlijk ook dat die mentale en die fysieke component, ja, die zijn gewoon zo met elkaar verbonden. Mm-hmm. Dus als je zegt van nou, een goede geest en een goed lichaam, weet je, nou, daar ben ik heel erg, heel erg mee bezig. Dus ik probeer eigenlijk invloed uit te oefenen op hetgeen waar ik invloed op kan hebben. Mm-hmm. Nou, dat is in ieder geval op die manier goed voor jezelf zorgen. Die zegt eigenlijk twee hele mooie dingen. Hè? Van, aan de ene kant het fysieke en het mentale, dat heeft impact op elkaar. Maar ook het stukje dat je zegt van heb invloed op datgene waar je op invloed kan hebben. Want dat laatste resoneert ook wel heel erg bij mij. Want ik heb al ooit het idee dat we niet allemaal bewust van zijn waarop we heel veel invloed, of wij kunnen op heel veel factoren invloed hebben. En wat zijn in jouw ogen de belangrijkste factoren waar je zelf invloed op kan hebben, op die mentale veerkracht, of maar misschien ook in mijn termen, die topprestaties die je aan het leveren bent of in het realiseren van je doelen? Ja, nou, dus is dat je in ieder geval dus inderdaad kijkt waar je wel invloed op hebt. Mm-hmm. Kijk, we hoeven elkaar niet uit te leggen hoe het leven in elkaar zit. Hè. We maken allemaal het nodige mee. Soms ook hele vervelende dingen, heel veel ernstige dingen. Ik krijg wekelijks mail van mensen die gewoon hele lelijke dingen hebben meegemaakt. En dan vragen van, nou, hoe word ik dan mentaal veerkrachtig? Of hoe ga ik hiermee om? Mm-hmm. En de boodschap is eigenlijk hetgene wat je hebt meegemaakt, daar kun je al niks meer aan veranderen. Mm-hmm. Maar je hebt wel invloed op van hoe je ermee omgaat. Yeah. En mijn boodschap is dan niet zoals sommige positiviteitsgoeroes van, nou, als je maar positief denkt, dan komt alles goed. Maar ik heb gewoon ook te veel dingen gezien die gewoon echt nooit meer goed komen. Weet je, ik ben al als militair op uitzending geweest. Ik heb altijd bij speciale eenheden gediend. Ik heb best wel dingen gezien die eigenlijk gewoon niet meer goed komen. Maar daarnaast zijn er ook heel veel dingen waar je wel invloed op hebt. En ik geloof heel erg in het vergroten van die cirkel van invloed. En dat is ook wat ik de mensen mee wil geven. Mm-hmm. Als je bijvoorbeeld vraagt, dat is een heel mooi voorbeeld. Als je vraagt van, nou, wat vind je belangrijker? Je werk of je gezondheid? Zegt iedereen je gezondheid. Zegt iedereen gezondheid. Nou, en ik zeg, oké, en hoeveel uren in de week ben je met je werk bezig? En hoeveel uren in de week ben je met je gezondheid bezig? En dan zie je dus mensen dat 50, 60 uur werken en een half uur sporten. Ja. Klopt niet. En dan vervolgens ook geen tijd hebben om op hun eten te letten of door de keukenkastjes te struinen van, wat staat er allemaal in en is dat wel zo gezond? Ja, hoe verhoudt zich dat tot de boodschap dat je je eigen gezondheid belangrijker vindt dan je werk? Ja. Er klopt ergens iets niet. Nee, dat klopt helemaal niet. Nee, maar dat is wel een hele mooie vraag. Als je daarbij stilstaat van, oké, wat is belangrijk en hoeveel tijd besteed je eraan en die gezondheid? Kijk, op het moment dat je niet gezond bent, kan je natuurlijk ook niet lekker werken. Nee, klopt. En Siert, daar ben ik dan even nieuwsgierig naar. Want hoe ben jij, je zegt, ik ben 10 jaar geleden dit vak ingerold als spreker en trainer. Maar hoe ben je tot inzicht gekomen dat dit jouw missie is, dat je hiermee aan de slag wilt gaan? Want je hebt een heel andere achtergrond. Ja, ik ben geboren in een klein Fries dorpje. En redelijk behoudend opgevoed. En een aantal mensen kennen ook de geschiedenis van mijn vader, et cetera. En waar ik vandaan kom. En ik weet niet of we het daar weer over willen hebben. Maar ik ben altijd heel erg geïntegreerd geweest over de manier waarop mensen in het leven staan. En ook met wat mensen meemaken, is
En wat ik net ook zei, we maken allemaal het nodige mee. Maar ik vond het altijd heel bijzonder dat de ene die gaat er op die manier mee om. En een andere gaat er op een andere manier mee om. En ook in het werk wat ik gedaan heb bij de speciale eenheden van Defensie en Politie, vond ik het altijd heel boeiend om te zien dat de ene bezwijkt onder een bepaalde druk. En de ander presteert juist optimaal onder die druk. En ik vond het altijd heel bijzonder van wat maakt nou het verschil. En in die tijd was ik zelf natuurlijk een soort van onbewust bekwaam. En ja, later ben ik psychologie gaan studeren, gedragskunde. Ik ging allerlei boeken lezen over motivatie, over doorzettingsvermogen, over wilskracht. En toen kreeg alles wat ik zelf had meegemaakt in mijn leven, zowel privé als in mijn werkzame leven. Toen kon ik in één keer overal een naampje aan geven. Ik denk, oh, heet dat dus zo? Of, oh, is dat dus zo? En dus ik ben in die zin een autodidact. En ik heb daar een boek over geschreven. En ik geef daar nu allerlei trainingen in. Ja, om andere mensen juist te helpen, om ze te laten zien dat er in heel veel gevallen gewoon heel veel mogelijk is. Mm-hmm. En wanneer ben je, want uiteindelijk, er zijn verschillende dingen in je leven gebeurd. En je zei net over je vader en je opvoeding. Maar ben je er altijd bewust van geweest dat het anders kon? Want je zegt, soms ging het al zelf onbewust bekwaam. Of is er daar ook een transitie in geweest? Ja, dat is een goede vraag. Ik weet niet of er echt een moment is geweest waarin ik tot bepaalde inzichten kwam. Nee, dat zou ik niet zo kunnen zeggen. Maar door op een gegeven moment krijg je al die ervaringen, hè, die je in je privéleven en in je werkzame leven meemaakt. Op een gegeven moment kwam daar bij mij het vermogen om dat een perspectief te zien. Mm-hmm. Om dat van een afstandje te bekijken en je te realiseren, hey, wat is nu steeds een terugkerend patroon in mijn leven? En wat mij dan toen heeft geholpen is om te gaan reizen. Mm-hmm. Letterlijk afstand te nemen van je leven. He, op afstand, ja, zodat je ook op afstand kan reflecteren op je leven. En dan zie je dingen letterlijk vanaf een afstandje. En dan biedt dat een heel ander perspectief. Dus ik kan wel zeggen dat het reizen heel veel invloed op mij heeft gehad. Je krijgt wat andere inzichten. Je leeft in een andere wereld. Waardoor je dus ook heel anders naar jouw eigen wereld gaat kijken. Dat is heel mooi, hè? Want dat is inderdaad doordat je letterlijk afstand neemt, dat je dus ook echt gewoon door die afstand te nemen, dat je ook figuurlijk afstand neemt en beter kan reflecteren. Ja, dus soms is die fysieke afstand die je creëert, hè, die zorgt ook voor een mentale afstand, waardoor je dus vanuit een andere hoek eigenlijk misschien naar je leven kijkt. Ja, of frisse ideeën krijgt. Ja. 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 En het stukje van, want we hebben het net even over, je benoemt net even over je opvoeding gehad. Misschien is het wel even fijn voor de luisteraar om mee te nemen van, wat heeft jou in je opvoeding zo gevormd? Ik ben heel liefdevol opgevoed door een vader en moeder. Alleen ik kwam er alleen op me achter dat ik niet ben opgevoed door mijn biologische vader. Ja. Dus ik ben heel liefdevol opgevoed door de vader die ik nog steeds mijn vader noem. Maar mijn biologische vader die is niet in beeld. En als je kijkt met terugwerkende kracht, zou dat van invloed kunnen zijn op mijn zoektocht naar erkenning of een soort van bewijsdrang, et cetera. In een Fries dorp waarin heel veel liefde is en heel veel geborgenheid, heerst ook wel vaak in dit geval het idee van, nou, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Hè? Dus blijf vooral in het midden. En op een of andere manier heb ik mij daar altijd een beetje tegen afgezet. Mm-hmm, mm-hmm. En dus toen ik op mijn 18e het leger in ging, toen ging de wereld echt letterlijk en figuurlijk voor mij open. Toen mocht ik natuurlijk allemaal stoere en spannende dingen doen. Ben ik toch wel redelijk uit de band gesprongen hier en daar. Dat was dan mijn manier om het leven te ontdekken. Ja, het is wel bijzonder, hè, dat je opvoeding zoveel impact kan hebben op de patronen die je op latere leeftijd ontwikkelt, bewust of onbewust. En dat je uiteindelijk dus ook daardoor achterkomt waarom je doet wat je doet. Ja, dus op een of andere manier
in mijn geval was dat wel altijd wel een soort van bewijsdrang wat er in mij naar boven kwam. En op later leeftijd begon ik daar een beetje last van te krijgen. En toen dacht ik van ja, oké, die bewijsdrang, prima, dat is goed. Daardoor, dat stelde mij in staat om ook allerlei extreme prestaties te leveren. Nee, gewoon, je wil gewoon laten zien dat je de beste bent. Wat voor prestaties dan? Als eerste natuurlijk het werkzaam zijn bij de commando's, bij de speciale eenheid. Dus niet gewoon bij de normale landmacht, maar altijd bij een speciale eenheid willen dienen. Nou, dat is gelukt. Ik ging extreme expedities ondernemen. Dus ik ben een van de 5 Nederlanders inmiddels die een marathon op de Noordpool heeft gelopen. Ik heb een solotocht ondernomen van 6000 kilometer door Siberië. Dus ik ben in mijn eentje 3 maanden door Siberië getrokken op eigen kracht. Wandelend? Wandelend en fietsend. Ja, dus eerst een paar honderd kilometer door de Gobi-woestijn gelopen met mijn rugzak. En vervolgens mijn fiets in laten vliegen. En toen nog een paar duizend kilometer naar Moskou gefietst. Dat is overigens een expeditie die ik niet compleet heb afgemaakt. Maar daar gaan we misschien zo meteen over hebben. Maar ik was wel altijd, ik wilde altijd wel extreme prestaties leveren. Want ik was ook vooral geïntegreerd door, wat we net zeiden, door die mentale en die fysieke component. Ja. En dat paste natuurlijk precies in mijn vorm van bewijsdrang. Mm-hmm, mm-hmm. En om gewoon te laten zien, om gewoon zelf te ervaren hoe het is als je jezelf tot op het bot mentaal en fysiek uitdaagt. Dus in dit geval dat ik, even kijken, dat was in 2009, denk ik. Toen heb ik die solo-expeditie ondernomen door Siberië. En waarbij ik echt wilde onderzoeken, hoe is het als alles om je heen wegvalt? Dus je bent helemaal uit je comfortzone. Je kan niet terugvallen op vrienden, familie, op al de dingen die je gewend bent. Wat voor dingen ga je dan belangrijk vinden? En wat zijn dan de elementen die mij helpen om gewoon het eindpunt te halen? En ik denk van, want ik wilde daar het boek over schrijven. Ik wilde daar al trainingen geven, lezingen in verzorgen. En toen dacht ik van ja, dan moet ik toch zelf ook gaan ondervinden. Ja. Naast mijn ervaringen die ik bij de Defensie en de politie allemaal had opgedaan. Om ook die component nog te gaan onderzoeken en daar dan een boek over te schrijven. Zodat ik met die ervaring ook in staat zou zijn om andere mensen nog beter te helpen. Ja. Dus, en wat ben je dan achtergekomen? Want dat ben ik dan heel nieuwsgierig naar. Ik heb zelf ook al een extreme tocht gedaan. Ja. Samen met mijn vriend zijn we in Patagonië een lange reis gemaakt. Maar ik ben heel erg nieuwsgierig waar je achter bent gekomen daar in Siberië. Ja, nou, ik kwam in Siberië erachter dat die extreme expeditie. Dus als eerste mensen op aarde proberen de Trans-Siberië Express route op eigen kracht af te leggen. Dat eigenlijk gewoon nog steeds een zoektocht was naar erkenning. Nog een ego-ding was. Ja, dat was nog even een ego, was nog even een ego-dingetje. Dus daar kwam ik toen wel achter. Nou, hoe lang? Van kijk eens hoe geweldig ik ben. En dat was wel heel bijzonder. Maar het was natuurlijk ook wel afzien. Ja. En ik heb het daar echt best wel moeilijk gehad. Ja. En tegelijkertijd, want dat vind ik wel grappig, want dan, mensen zeggen wel eens van ja, echte groei vindt plaats buiten je comfortzone. En ik dacht van ja, ik plaats mezelf nu ook echt buiten mijn comfortzone. Ja. Dus een vlieg naar Siberië, daar ben ik toch nooit geweest. En vervolgens ga je daar gewoon een teringeind lopen en een teringeind fietsen. En, ja. Maar achteraf gezien was dat maximaal in mijn comfortzone. Ja, want ik was natuurlijk supergoed getraind. Ja. Ik had er 2 jaar voor getraind. Ja. En ik wist hoe je moest overleven. Ja. En ik kon redelijk mijn mannetje staan. Dus dat was eigenlijk, had er niet zoveel met comfortzone te maken. Ik deed gewoon iets wat ik gewoon heel goed kon. Ja. En daar kwam ik toen ook achter. Wat het voor mij daar moeilijk was, is dat ik natuurlijk mijn dochter miste. En toen kwam ik erachter dat zij nog wel dat zij nog belangrijker voor me was dan ik dacht. Ja. Dus op het moment dat ik daar bezig was in een heel ver land, kwam ik er eigenlijk achter dat ik gewoon heel graag naar huis wilde. Ja, ja, mooi. En,
En dat de liefde voor de dochter en mijn dierbare mij meer lief was dan ik in eerste instantie had gedacht. Ja. En toen ik daarachter kwam, toen wilde ik eigenlijk heel graag naar huis. Ja. Alleen ik moest nog 4000 kilometer fietsen. Dat is best ver. Dat is best ver. Ja, dus je kan het een beetje vergelijken met... dan heb je boodschappen gedaan bij de Albert Heijn. Ja. En je komt naar buiten uit de supermarkt en het regent en je wil heel snel naar huis. Ja. Nou, en dat gevoel had ik ook. Alleen bij mij kon ik pas na 2,5 maand naar huis. Dus daar is ondertussen natuurlijk van alles gebeurd. Dus, en heb je dan nog 2,5 maand zo doorgefietst? Ja, dat klopt. Maar er was wel een heel mooi moment. Want op een gegeven moment, je vraagt nou waarom dan? En ik ontdekte daar dat de liefde voor mijn dochter heel erg belangrijk was en voor mijn dierbaren. En net als resultaat dat ik dus ook, denk ik, twee weken voordat de expeditie eigenlijk zou eindigen, voordat ik de finish had gehaald, een deel met de trein heb gedaan. Mm-hmm. Om gewoon eerder thuis te kunnen zijn. Ja. Dus ik werd natuurlijk gevolgd door de media en door een groot aantal mensen. En op een gegeven moment kreeg ik een berichtje van mijn dochter, die was toen 6. Inmiddels is ze al 18, maar die was toen een jaar of 6. En toen kreeg ik een berichtje van mijn dochter en ze zei van... papa, wanneer kom je thuis? Want over 2 weken is het vaderdag. En dan en ik heb een mooie tekening voor je gemaakt. Wauw, nou, toen brak ik natuurlijk. Want ik had natuurlijk onderweg al van alles meegemaakt. Ik had al duizenden kilometers afgezien. En ik had al letterlijk en figuurlijk moeten vechten voor mijn leven. En ik was al zoveel kilo afgevallen. En ik was echt bezig om gewoon een monstertocht te volbrengen. En dan krijg je in één keer zo'n berichtje van je dochter. En toen dacht ik van ja, fuck it man, ik wil gewoon naar huis. Dus toen heb ik het team wat thuis zat, heb ik geïnformeerd. Ik zeg, ja, ik ga de expeditie inkorten, want ik wil gewoon op vaderdag thuis zijn. Mooi. En zo heb ik de expeditie ingekort. Yeah. Dus ik kreeg allemaal gedoe met sponsors, et cetera. Met mensen die het allemaal niet zo leuk vinden dat ik de expeditie niet volgens de regels af ging maken. Maar eigenlijk was het ook een beetje gek, want ik had die expeditie zelf verzonnen. Ja, ik had hem zelf bedacht. Ja. Ik had zelf een beginpunt bedacht. Ik had zelf een eindpunt bedacht. Ja. Ondertussen werden er allemaal mensen bij betrokken. En toen besloot ik dus op vlak voor het einde van, nou, ik ga het net even iets anders doen. Ja. Want ik snap nu waarom ik hier ben. Ja. Ik snap nu wat er belangrijk is in mijn leven. En daar ga ik nu gelijk invulling aan geven. Ja. Ik ga dat nu gelijk doen. En dus, dat was wel een beetje apart. Dat je dus dan 90 dagen onderweg bent. En dan van die 90 dagen ontbreken er 2 dagen eigenlijk. Ja. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat je gewoon je gevoel hebt gevolgd. En dat je dan daar ook gehoor aan geeft. Ja, en ik denk dat een hele mooie les is. Dat heel veel mensen, die gaan maar door in hetgeen wat ze aan het doen zijn. Ja. Weet je, en dat geldt voor werk. En of het nu wel of niet om extreme prestaties gaat. Maar gewoon mensen in het dagelijks leven, die gaan maar door. En die zitten in die rat race. Ja. En dan is het heel waardevol als je soms een keer gaat reflecteren, als je soms letterlijk en figuurlijk even afstand neemt en dat je dan bij jezelf afvraagt van waar doe ik het nu eigenlijk voor? En ik kwam daar dus midden in Siberië, kwam ik tot een bepaalde conclusie. Ja. En ik dacht van nou, hier ga ik dus ook invulling aan geven. En ik denk dat dat ook een les is. Tenminste, dat is wat ik nu nog steeds vertel op het podium en in mijn trainingen. Reflecteer van tijd tot tijd eventjes en kijk of je letterlijk en figuurlijk nog op het pad zit wat je echt wil bewandelen. Waar het echt over gaat bij jou. Dat is het allerbelangrijkste. Want dat is ook het mooie, dat je pad gewoon kan veranderen. En dat je uiteindelijk, je denkt dat je een pad aan het bewandelen bent, denkt dit is het. Maar dat je uiteindelijk merkt, dat is hem toch niet. Want dat is waar jij dus achter kwam. Ja, klopt. En dat vertel ik ook in mijn trainingen. Ja, want dan vragen mensen wel eens van, wat is nu mentale veerkracht? Waar heb je het dan over? En ik heb daar mijn definitie van mentale veerkracht is, dus hoe je succesvol jezelf staande houdt in wisselende omstandigheden. En die bestaat eigenlijk uit 3 elementen. Dus wat is mentale veerkracht? Er bestaat uit 3 elementen en dat is 1 is motivatie.
Weet je waarvoor je het doet? Het tweede element van mentale veerkracht is doorzettingsvermogen. Dus kun jij doorgaan waar anderen stoppen? En de derde cruciale factor van mentale veerkracht is verantwoordelijkheid. Kun jij dingen van tijd tot tijd in perspectief zien? En kun je soms even afstand nemen en gewoon kijken waar jouw verantwoordelijkheid ligt? En ik heb gezien, niet alleen in mijn eigen leven, maar vooral ook met de topsporters waarmee ik heb gewerkt, met de managers en directeuren die ik train, met teams die buitengewoon goed presteren, is dat zij bovengemiddeld scoren op die drie elementen. Dus zij scoren hoog op motivatie, ze scoren hoog op doorzettingsvermogen en ze scoren hoog op verantwoordelijkheidsgevoel. En dan moet je maar eens bij jezelf nagaan met de mensen om je heen die je kent, die je een soort van tussen haakjes succesvol zijn. Hè? Wat is succesvol? Maar dat het vaak mensen zijn die bovengemiddeld scoren op die drie elementen. En ik zag dat was een terugkerend fenomeen, ook in mijn eigen leven. En daar heb ik dus het boek over geschreven. Want het goede nieuws is dat je het namelijk gewoon kunt trainen. Ja. Dat je mentale veerkracht kan trainen, ja. Weet je. En dat je dus ook, als het gaat over de trajecten, die gaan over werkdruk, die ik nu veel verzorg in het bedrijfsleven, is dat mensen zichzelf de vraag stellen, dat ze naar die M kijken, naar die motivatie, van waar doen we het voor? Wat is mijn eigen dieperliggende motivatie? En als je die laag aanboort bij mensen, dan zie je gewoon echt dat er enorm veel potentieel vrijkomt. Ja, dan gaat het vuurtje branden. Want dan gaat het vuurtje branden. Kijk, en dat zie je in teams, in het bedrijfsleven. Kijk, de ene die zit er gewoon voor zijn salaris. Weet je, weer iemand anders werkt bij dat bedrijf omdat het toevallig dicht in de buurt is van waar die woont. En weer iemand anders die werkt bij dat bedrijf omdat het gewoon echt de techniek of de materie waar hij mee bezig is, echt zijn passie is. Maar het zijn drie verschillende, heel verschillende motieven waarom mensen dat ze eigenlijk hetzelfde werk doen. En wat ik dus doe, mensen zijn, al die motieven zijn prima. Weet je, en ook al doe je het nog steeds omdat je je wil bewijzen voor je vader, voor je moeder of voor je oudere broer. Het maakt eigenlijk niet uit. Jij hebt een motief om dingen te doen die je wil doen. Maar durf daar eerlijk in te zijn. Kijk daarna. Want het is ook brandstof. Ja. En je weet waarom je het doet. En je weet waarom je het doet. Ja. En heel veel mensen die gaan maar door in die rat race en komen er later achter van ja, hé, maar dit is helemaal niet wat ik wil. En soms komen mensen daar te laat achter. Ja. Ja, dan noemen we dat dan een midlife crisis of een quarterlife crisis. Of het lichaam waarschuwt ze niet op tijd. Hè? Dus dan krijgen mensen echt stress. Mensen krijgen een burn-out. Ja. En omdat ze eigenlijk ergens mee bezig zijn waar ze niet mee bezig moeten zijn. Of waar ergens een energielek zit. Dus het is heel erg belangrijk om goed te kijken naar wat is jouw dieperliggende motivatie. En gebruik die dieperliggende motivatie als brandstof. En zorg er dan ook voor dat die brandstof ook nog dient als toegevoegde waarde. Dus je kan het allemaal voor jezelf doen, hè? Voor ja, wat ik in het begin veel heb gedaan, lekker voor mijn eigen eer en glorie en goed van je eigen ego. Ja. Maar op een gegeven moment kom je erachter, ja, dat is het ook niet. Nee. Weet je, dus dat gaat ook pas werken als je die energie kan omzetten in toegevoegde waarde. Ja. Maar goed, want dat vind ik een hele mooie, hè? Je eigen energie zetten in toegevoegde waarde. Maar op het moment dat je dus merkt dat je bijvoorbeeld op dit moment aan het werk bent, gewoon voor het geld. Dat eigenlijk het werk niet zo boeiend is, maar dus toevallig heb je dit. Maar hoe kan je dan dat omzetten als toegevoegde waarde voor het grote geheel? Ja, dat heeft ook dan te maken met wat je wil in het leven. Hè? Veel mensen willen graag gelukkig zijn. Ja. En ben je dan gelukkig, ja. Ja, dus wanneer ben je gelukkig als je veel geld hebt? Ja, nou misschien wel. Ik zal niet zeggen dat geld niet helpt. Ja. Maar er zijn hele theorieën over van wat geluk nu is, ja. En et cetera. Geld is daar misschien wel één van. Als dat een drijfveer voor jou is, ja, weet je, prima. Kijk, andere mensen zeggen, ja, maar geld is helemaal niet belangrijk. En dan moet ik in één keer denken aan die quote van Arnold Schwarzenegger. Die zegt van, ja, weet je, mensen zeggen dat je gelukkiger wordt als je meer geld verdient, maar vorig jaar had ik 48 miljoen en dit jaar heb ik 50 miljoen, maar ik merk geen verschil. Maar een beetje geld is wel handig. Ja, dus weet je, dus, dat is ongeheim, maar ik vond het wel een mooie quote. Want, ja, ja. Dus,
Maar het is gewoon, ik denk dat het goed is om eerlijk te zijn in je drijfveer. En heel veel mensen vinden het lastig om naar zich, om eerlijk naar zichzelf te kijken. Ja. En dan zie je vaak in organisaties, zie je ook echt hele gekunstelde patronen. Ja, een team wat niet goed samenwerkt, een team waar veel werkdruk heerst, is dat soms blijkt dat mensen elkaar helemaal niet zo goed kennen, wat hun echt beweegt. Nee, weet je, en dat mensen het ook heel ingewikkeld vinden om die onderstroom met elkaar te benoemen. En terwijl juist daar de kern zit van echt optimaal kunnen presteren met elkaar. Maar dan even, dan ben ik heel nieuwsgierig. Want als je nu zit te luisteren, voor de luisteraar, wat zouden zij kunnen doen om die onderstroom of om elkaar nog beter te leren kennen? Want wat is daarvoor nodig? Een goed gesprek. Een goed gesprek, ja. Ja. Vaak gaan we maar gewoon over de waan van de dag. Weet je, heel veel mensen die nauw samenwerken in teams, die kennen elkaar helemaal niet zo goed. Nee. Die komen er pas in een van mijn trainingen achter dat ze dat die andere een relatie heeft. Of dat die andere gewoon 3 kinderen heeft. Of dat die andere zijn moeder is verloren. Of dat die andere dit. Dat ze allerlei dingen hebben meegemaakt. Ja. Mensen denken vaak wel dat ze elkaar goed kennen. Ja. Maar dat blijkt vaak helemaal niet zo te zijn. Ja. En dan kun je zeggen, ja, is dat dan een voorwaarde van om goed met elkaar te kunnen samenwerken of samen mooie dingen te doen? Nou, misschien niet. Maar het is wel belangrijk om die gezamenlijke motivatie te vinden. Ja. Van wat we zijn natuurlijk allemaal uniek en we zijn allemaal verschillend. Ja. En dat is hartstikke mooi. Dat moeten we ook zo houden. Ja. Maar als je dus kijkt in een team, van wat bindt ons nu samen? Welke motivatie delen we nu met elkaar? En gaan we daar ook voor? Ja. Jij komt uit het fietsen. Ja. Nou, ik hoef je echt niet uit te leggen hoe die dynamiek werkt tussen de kopman en de knechten. Nee, dus je moet ook wel een stukje vertrouwen, een stukje voor elkaar iets willen doen. En ik heb dit voorbeeld volgens mij al tegen jou verteld gehad. Maar het stukje dat ik een van een topsporter die ik begeleid, een autocoureur, die vond dat de communicatie niet goed verliep met zijn engineer, de monteur die aan zijn auto zit. En toen vroeg ik hem, ik zei, weet je, heb je wel ooit eens aan hem gevraagd of hij een vrouw, kinderen heeft, wat zijn hobby's zijn? Hij keek me zo aan van, waarom? Ik zei, weet je, je wil met elkaar communiceren, een band hebben. Gaat ook om een stukje verbinding maken. En dat was voor hem wel een hele eye-opener. Eigenlijk heel simpel, maar dat is wel essentieel natuurlijk. Ja, ja. Ja, je kan het, mag natuurlijk zelf bepalen in welke mate je elkaar goed wil leren kennen. Maar ik zie inderdaad dat die M in teams, die motivatie, dat die vaak niet altijd even duidelijk is. En voor mij is dat een cruciale factor. Want als je een gezamenlijke motivatie hebt, dan pas ben je ook in staat om gewoon om echt doorzettingsvermogen te tonen. Omdat mensen echt een stap extra gaan doen. Ja. Want als alles maar makkelijk gaat, ja, dan is het natuurlijk, dan loopt alles. Ja. Maar zijn mensen in jouw team ook bereid om een stap extra te doen when the shit hits the fan? Ja. Wanneer het lastig wordt. Ja. Dus nu tegenwoordig is het natuurlijk waar ik heel veel mee bezig ben in teams, is het thema werkdruk. Heel veel mensen ervaren werkdruk. En al dan niet terecht, moet ik zeggen. En wat je dan ziet is dat mensen niet meer bereid zijn om dat stapje extra te doen. Want ze hebben al zoveel extra gedaan. En dus dan moet je weer terug naar die motivatie. Van wat beweegt ons nu? Ja. Nou, en zo werk ik dus met mentale veerkracht, waarbij ik dus mensen laat zien, wat beweegt ons? Wat is onze motivatie? Wanneer zijn wij bereid om een stap extra te doen? En wanneer nemen wij wel of niet onze verantwoordelijkheid? En als die 3 elementen kloppen, dan kun je echt ongelofelijke dingen bereiken met je team. Ja. Los van de context, los van allerlei externe invloeden. Maar dan ga je dus terug, zoals we net zijn begonnen dit gesprek, naar je eigen cirkel van invloed. Ja, en dat is heel mooi. Maar dan ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar, want jij zegt motivatie, doorzetting en verantwoordelijkheid nemen. Als ex-topsporter ken ik alles over doorzetten en ook een stukje die verantwoordelijkheid nemen. Ik hoorde net in jouw verhaal ook het stukje, je hebt een extreem doel gesteld. En inderdaad, het verbaasde mij niet dat je zegt, het was eigenlijk behoorlijk in mijn comfortzone, Sanne. Dat verbaast me helemaal niet. Ik herken dat wel. Alleen, wat ik dus heel bijzonder vind, is, als je 2 dagen langer door was gegaan, of wat sneller had gegaan, had je misschien wel heel die afstand afgelegd, niet in de trein genomen. En ik weet dat ook veel van mijn luisteraars en van mijn klanten, het stukje van, je hebt een doel, of je bent misschien ergens onderweg, of je dacht dat
dat je iets te doen hebt, dat dacht je ook. Maar gaandeweg kom je erachter. Je weet, als je even nog hard werkt en doorzet, dan behaal je dat wel, dat doel. Maar diep van binnen voel je ook dat stemmetje in jouw geval. Ja, ik wil naar huis, ik wil naar de liefde voor mijn dochter. Dat is eigenlijk echt belangrijk in het leven. Hoe ervaar je dat? Dat je die tweestrijd die je misschien in het leven regelmatig tegenkomt. Hè, van, oké, dat was ooit mijn doel of dit is de motivatie. Maar dat die gaandeweg verandert. Ja, dat is mooi. Wat je regelmatig ziet, is dat wanneer iets niet lukt. Hè, of ik denk dat we het allemaal wel kennen. Niet alles lukt altijd even goed. Of wanneer het even in een moeilijke periode zit. Dat heel veel mensen wel het systeem hebben om dan naar de zesde versnelling te gaan. En als dat niet lukt, hè, dat zie je vaak met ondernemers. Het gaat niet goed met het bedrijf, gaan we nog harder werken. Ja. Het loopt niet lekker in het team, dan doen we nog een stap erbij, jongens. Nog meer omzet draaien. We moeten een stap erbij doen. Dus heel veel mensen zitten in het systeem van naar de zesde, naar de zevende, naar de achtste, naar de negende versnelling. Terwijl het soms effectiever is om even terug te schakelen en afstand te nemen. Dat wil niet zeggen dat je niks moet doen, weet je, maar soms eventjes terugschakelen en even zaken van een afstand bekijken. En dan zie je het, en dat biedt vaak een heel ander perspectief. Ik vergelijk het wel eens met de expedities die ik onderneem. Is, kijk, iedereen kan wel eens een keer 8 uur lopen met een rugzak om. Of jij fietst, nou, iedereen kan wel bij wijze van spreken een keer 6 uur fietsen op een dag. Maar kunnen ze het de volgende dag ook? En die dag daarna ook weer. Dag daarna ook weer. Nou, dat wordt wel lastig. Dus op een gegeven moment is het niet zo interessant met hoe hard jij kan gaan. Maar als je het lang wil volhouden, zit het in de kwaliteit van je rusten. Dus als ik op expeditie ga, dan loop ik ongeveer door de bergen. En dan loop ik misschien 8 uur met de rugzak om. Maar dat betekent dus ook dat ik 16 uur per dag rust. Dus die tijd die ik dan in mijn tentje doorbreng en ga koken en mijn blaren verzorg en zorg dat ik het warm heb, die 16 uur die zorgen ervoor dat ik weer succesvol de volgende 8 uur de volgende dag kan volbrengen. En ik denk dat daar een hele mooie metafoor ligt met ondernemers en met mensen die hard werken en misschien ook wel last hebben van werkdruk. De effectiviteit zit niet in van 9 tot 5 hard werken en misschien wel van 9 tot 9 hard werken. Maar als je dit heel lang wil volhouden, zit de effectiviteit in de kwaliteit van je rusten. Dus wat doe je met je vrije tijd? Dat wil niet zeggen dat je dan maar heel continu in je chakras moet zitten en gewoon op een yogamatje in de woonkamer moet zitten. Maar kijk eens naar, wat doe ik die andere 16 uur van de dag? Weet je, want daar zit je op effectiviteit. En wat je vaak ziet, is dat mensen die 16 uur die ze over hebben, laten we maar even op 16 uur houden, helemaal vol proppen met social media, met dingen, met sociale contacten, met shit, met allerlei dingen die er moeten gebeuren binnen het gezin. De kinderen moeten naar de sportclub, dit. Daar, in die andere 16 uur, is het ook rennen en vliegen. Ja. Maar ik denk wel dat daar jouw cirkel van invloed zit. Ja. Daar kan je winst boeken. Daar zit de winst. Ja. Hè, zoals de bekende wielrenner ooit zei. Ja, Tour win je in bed. De Tour win je in bed. Ja. Weet je, want iedereen kan wel voor een bepaalde periode gewoon heel hard werken. Ja. Weet je, en ik ken dat ook. Natuurlijk zijn er periodes, dan moet je gewoon even gas geven. Ja. Maar realiseer je wel dat die kwaliteit van rusten nog wel belangrijker is dan het gas geven. Ja. En daar heb je dus invloed op. Dus moet jij per se naar die verjaardag? Of is het juist goed om naar die verjaardag te gaan om even mensen te praten? Ja. Wanneer heb je voor het laatst dat boek gelezen, wat al heel lang in jouw kast ligt? Ja. Hoe komt het dat het rondje met de hond steeds korter wordt? Ja. Weet je? Ja. Je weet dat je moet gaan sporten, maar deze week maar even niet. Ja. Want ik zit net in een drukke periode. Ja. En voordat je weet, duurt die drukke periode 3 weken. Ja. Nou, dus je moet heel goed. Dus als je duurzaam wil presteren, nou, jij komt uit de topsport. Nou, dan weet je dus ook dat jouw voeding, jouw nachtrust, jouw fysio, jouw coach, dat gewoon de belangrijke, dat die hartstikke belangrijk zijn. Essentieel. Weet je?
dat knetterhard fietsen, ja, dat moet je zelf doen. Ja. Maar alles daaromheen kun je gewoon organiseren. Ja. En als jij dus van 9 tot 5 werk moet doen, wat heel veel energie kost, en waar je natuurlijk ook energie van krijgt, hoop ik. Ja, weet je? En dat is prima. Ja. Maar kijk vooral naar de tijd daarnaast, wat je daar doet. Welke keuzes heb jij daar zelf in gemaakt? Want voor jou is dat... Ja, natuurlijk zit hier natuurlijk iemand voor me die echt gewoon meteen alles komt aanwaaien. Maar dat is natuurlijk niet zo, hè? Of bij jou wel? Ja, nee, bij mij wel. Dacht ik al. Maar gelukkig niet, Sanne. Gelukkig niet. Dat is het mooie van het leven. Ja. Maar welke keuzes heb je voor jezelf gemaakt dat je dacht van... Oké, weet je, hiermee vergroot ik mijn kwaliteit van rust. Ja, nou, dat vind ik wel... Dat is mooi, want... Als ik een kwaliteit van mezelf zou moeten benoemen, dan is dat wel doorzettingsvermogen. Dat verbaast me niet. Nee, dat komt ook in allerlei van die testjes komt dat naar voren. En ook in de dingen die ik doe, is wel de mate van doorzettingsvermogen is wel enigszins doorslaggevend. Maar ik kwam erachter dat ik ook een beetje dat systeem heb van zesde, zevende, achtste, negende versnelling. Maar ik kwam er dus achter dat ik een stuk effectiever word wanneer ik soms het terugschakel. In mijn trainingen bijvoorbeeld kan ik vrij snel enthousiast worden. Als ik zie wat er met mensen gebeurt. En dan word ik ook wel eens te enthousiast. En dan duik ik bijna helemaal op die mensen. Weet je, figuurlijk dan in dit geval. Waardoor die mensen eigenlijk steeds minder ruimte krijgen. Dus die mensen gaan allemaal achterover hangen. Omdat ik gewoon maar kom. En ik gooi er alles in. En ik heb gewoon gemerkt, bijvoorbeeld heel praktisch voorbeeld, dat ik soms eventjes die rugleuning in mijn stoel moet vinden. En dan komen die mensen. Dus dat waardoor mijn trainingen ook veel effectiever worden. Weet je, dus soms is het verstandig om even een stapje terug te doen. Nou, ik herken dat niet. Nee, hè? Nee. Nee, jij bent een coach. Dus ja, dan kun je zelf wel een uur vol praten. Nee, maar je moet gewoon twee goede vragen stellen en de coachie laten praten. Ik vind het dan heel mooi als je op de stil bent. Een stuk effectiever. Dus ik heb echt moeten leren om echt letterlijk gewoon die rugleuning in mijn stoel te voelen. Nou, hoe ziet dat eruit in mijn dagelijks werk? Is dat ik nu voor mezelf iets heb ontwikkeld. Dat doe ik nu al een jaar. Dat ik maximaal... Dus ik werk ook gewoon een week. Maar dat ik maximaal 1 of 2 dagen in de uitvoering zit. Dus dan werk ik buiten de deur. Ik heb enig in de week ben ik aan het produceren. Dus dan schrijf ik artikelen of ik werk aan mijn nieuwe boek. Ik heb enig in de week, dan werk ik aan mijn eigen persoonlijke ontwikkeling. Dus dan lees ik onderzoeken, literatuur, boeken die te maken hebben met mijn werkgebied. En 1 dag in de week ben ik vrij. En in de weekenden ben ik sowieso vrij. Dus ik ben sowieso 3 dagen in de week vrij. En dat is een hele mooie balans. Daarnaast, ik vind het wel mooi, themadagen. Dat is wel fijn om mee te werken. Ja, dus dat is het uitgangspunt. Mm-hmm. Weet je, dus 2 dagen in de week uitvoering. 1 dag in de week werken aan mijn eigen ontwikkeling. 1 dag in de week produceren. En 1 dag in de week vrij. Weekenden ben ik sowieso vrij. 'S Avonds werk ik niet. Dus ik heb ook geen... we zijn afgelopen half jaar zijn verhuisd. En ik heb eigenlijk nog steeds geen goede verlichting op mijn kantoor. En dat is in deze tijd hartstikke mooi. Want dat verplicht ik mij eigenlijk om 's avonds niet meer te werken. Dus gewoon pikken donker op mijn kantoor. Gewoon zo laten. Ik denk gewoon zo laten. Maar dat zijn een beetje van die dingetjes, weet je, die je realiseren van, hey, wat doe ik en waar ben ik mee bezig? Ja. En ik ben natuurlijk 10 jaar geleden begonnen met ondernemen. En natuurlijk het pad van ondernemen is niet altijd, dat hoeven we elkaar niet uit te leggen, het is niet altijd makkelijk. En, maar wat ik wel heb gemerkt is dat je steeds je doelen oprekt. Dus dat je steeds meer wil. Nou, weet je, ik ga voor mezelf beginnen. En als ik nou dit verdien op jaarbasis, oh, dan ben ik al blij. En dan kom je erachter, heb je dat na een tijdje, heb je dat voor elkaar. En dan ga je zelf je doelen weer verder zetten. En dus op zich zou dat niet verkeerd hoeven te zijn, maar het is wel leuk om je dat te realiseren. Ja. Dus, oh, maar als ik dan dit verdien, of als ik deze omzet draai, of als ik deze klantenkring heb, oh, dan ben ik echt blij. En na een tijdje heb je dat misschien bereikt. En ondertussen ben je gewoon
en maar door aan het schakelen, en maar door aan het schakelen. En vergeet je soms te genieten van, hé, maar... Eigenlijk hetzelfde verhaal als... Althans, ik herken heel erg wat je zegt, hè. Want als ondernemer dat je steeds van dat volgende doel aan het verder aan het pushen bent. Maar als ik jou dan zo hoor, is misschien wel hetzelfde verhaal als die Siberië-expeditie. Waarbij je, want je weet wel, als je door wil schakelen, kan je dat als ondernemer zijn. Want het is gewoon een kwestie van... Ja, dat is iets wat je goed afgaat. Ja. Dat trucje, ja. Dat ken je. En ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Van, hé, het gaat niet lekker, tandje erbij. Ja. Hé, het gaat nog niet goed, tandje erbij. Dat tandje erbij, dat is een patroon. Dat kan best wel diep zitten natuurlijk. Maar dat is iets wat je in principe makkelijk afgaat. En als je effectiever wil worden in de dingen die je doet, is het goed om te kijken naar, hé, wat is mijn patroon? Wat ik nu doe, werkt niet. En kan ik het anders doen? En dat, dan heb je het eigenlijk over een gedragsverandering. En dan, ik geef mensen bijvoorbeeld wel eens de opdracht mee, ga de komende week eens je tanden poetsen met je andere hand. En dan komen mensen erachter van, hé, dat is ook best wel lastig om een bepaalde gewoonte om te draaien of het anders te doen dan voorheen. Maar het is wel dé manier om gewoon iets te creëren. Want anders zegt je lichaam op een gegeven moment gewoon een keer stop. Ja. Weet je, er zijn heel veel mensen, de relatie met werkdruk, de relatie met werkstress, de relatie met een burn-out, die ligt voor handen. En je zegt wel eens, ja, burn-out is eigenlijk een cadeau. Niet als je er middenin zit, maar ik spreek veel mensen die in een burn-out zitten of een burn-out hebben gehad. En die zeggen, ja, eigenlijk is het een cadeau geweest. Want mijn lichaam heeft nog het laatste signaal afgegeven van, je bent niet goed bezig. Je hebt al die tijd heb je de signalen genegeerd, die kleine signaaltjes. Totdat het lichaam op een gegeven moment zegt, nu moet je echt stoppen met hetgene wat je nu doet, hoe je het nu hebt ingericht. En dan krijg je burn-out. Weet je, dus elke soort van laatste signaal wat je lichaam nog afgeeft. En eigenlijk zou je daar best dankbaar voor kunnen zijn. Ja. Het is natuurlijk een beetje gek als je dat zo zegt, want je gunt het niemand. Maar er zijn ook mensen die vallen zo van het een op het andere moment om. Ja. Weet je? En een burn-out is eigenlijk een signaal van, joh, stop je mee of ga het anders inrichten. Ja. En wat mij een beetje tegenstaat, is dat, dat wil ik ook nog even zeggen, dat heel veel hulpverleningstrajecten, die zijn erop gericht om mensen zo snel mogelijk weer te laten reïntegreren naar een burn-out. Ja. Dat ze eigenlijk zo snel mogelijk weer in het proces van hetzelfde worden geplaatst. Ja, yeah, I know. Terwijl, en dat is verschrikkelijk. Yeah. Want het is eigenlijk een moment om dingen anders te gaan doen. Om te reflecteren. Het is een kans om dingen anders in te richten voor jezelf. En waar heel veel hulpverlening op gericht is, om mensen zo snel mogelijk maar weer in hetzelfde proces te krijgen. Maar dan kijken ze natuurlijk vanuit die werkgever. En dat is denk ik bij een burn-out wat je ook wel zegt. Je lichaam heeft vaak al vaak meer signalen afgegeven. Ja. Maar je hebt niet geluisterd. En dan is je noemt het een burn-out. En dat is dan het signaal waar je denkt, oké, nu kan ik er niet meer omheen. En dat is wat natuurlijk superbelangrijk, dat je daarna gaat luisteren. Ja. Dat je weer gaat voelen. En luisteren naar je lijf. En daarom vind ik zelf sport ook heel erg belangrijk. Ja, ja. Want ja, kijk, dat weet je ook. Ja, een sportend lijf, of als je in beweging bent, ja, weet je, de ene dag is de andere niet. Maar aan je lijf voel je dan gelijk hoe het met je is. Ja, je voelt of je goede of een slechte dag hebt. Ja, toch? Hè? Ja, dus we noemen dat dan inderdaad goede en slechte dagen. Ja. Maar dat is voor mij wel een graadmeter. Ja. Hè, hoe is het met me? Ja. En natuurlijk ook als je niet van sport houdt, want niet iedereen houdt van sport. Want mensen hebben ook andere hobby's, hè? De auto-hobbyclub, of een postzegelverzameling, of wandelen met de hond, of gewoon boeken lezen. Maar kijk eens eventjes wat dat oplevert. Ja, ja. Weet je, en je hoeft niet altijd maar over het strand te wandelen om tot rust te komen. Nee. Maar kijk gewoon waar die energie zit en probeer dat te monitoren. Ja. Ja, en de ene dag is de andere niet. En de ene dag krijg je er meer energie van als de andere dag. Ook al is het je hobby, dat is met alles zo. En durf daarvoor te kiezen, dat is denk ik ook wel een hele belangrijke. En Siert, ben ik nog even nieuwsgierig naar jouw eigen verhaal. Want we hadden het net even over die drive als ondernemer zijnde. Je bent 10 jaar geleden het ondernemerschap ingerold. En het ondernemerschap is ook een heel mooi persoonlijk ontwikkelingsavontuur. Hoe ga je daar zelf mee om? Dat jij zelf van nature iemand bent
die hoog scoort op doorzettingsvermogen, die een enorme drive beschikt. Hoe temper jezelf dan dat je ook vooral geniet van wat je aan het doen bent en niet alsmaar voor meer, meer, meer gaat? Ja. Nou, ik moet eerlijk zeggen, dat leer ik vooral van mijn vriendin. Ja? Ja, die verantwoordelijkheid. Maar het is ook mooi als je natuurlijk daar dagelijks met andere mensen mee bezig bent. Dat het ook enorm reflecteert op hoe je het zelf doet. En wat ik eigenlijk heb geleerd is dat jouw drive is in principe prima. Weet je? Want om nog even terug te komen op die expedities. Ja, wat ik zei, dat was natuurlijk ook een enorm ego-verhaal. En wat ik later ben gaan doen, de afgelopen jaren, is ook expedities organiseren samen met anderen. Zodat jouw eigen drive veel meer toegevoegde waarde krijgt. Dus ik hoef nu niet meer in mijn eentje op die berg te staan, maar ik neem andere mensen mee. Weet je, het is natuurlijk leuk dat ik zelf nog op het podium sta, maar het belangrijkste is dat die mensen in de zaal gewoon iets leren en iets gaan doen. En iets gewoon meenemen wat ze nooit meer vergeten, waar ze echt iets aan hebben. En dus als je jouw drive kan delen en om kan zetten in toegevoegde waarde, dat een ander er ook iets aan heeft, waarin je als het ware een soort van legacy creëert, ja, dat geeft zoveel energie. Ja, daar zet ik mij elke dag gewoon graag voor in. En om dat te kunnen doen, weet ik, moet ik ook heel goed voor mezelf zorgen. Dit is wel mooi wat je nu zegt. Dat je echt gaat zoeken hoe je die toegevoegde waarde voor die ander kan creëren. Ja, dus ik weet, misschien luisteren er ook veel beginnende ondernemers. En kan ik misschien het volgende erover vertellen. In het begin deed ik alles. Weet je, 10 jaar geleden, toen ik wist wel dat mentale veerkracht mijn thema was. Maar als mensen mij dan vroegen voor een communicatietraining. Ja, Siert, kun je een communicatietraining geven? Oh ja, hoor, kan ik. Doe iets met leiderschap? Ja, doe ik ook. Doe iets met communicatiestijlen? Ja, doe ik ook. Op een gegeven moment deed ik alles. Was ik eigenlijk een soort van V&D. Weet je, je kon bij mij alles kopen. Maar ja, dan moet je ook heel sterk concurreren op de prijs. Ja. Ja. En ik merkte ook dat ik daar steeds minder energie van kreeg. Ja. En dat ik ook steeds meer dingen deed die mij afleiden van mijn eigenlijke waarin ik het beste was. Ja. Dus ik heb door de jaren heen steeds meer afscheid genomen van producten. Ook steeds afscheid genomen van klanten. Ik zeg, nee, ik doe het niet meer, sorry. En ik denk dat als je wil slagen, ook in je ondernemerschap, is het dat je gaat kijken naar van, hey, waar ben ik goed in? Waar kan ik de beste in worden? En waarin lever ik gewoon extreme toegevoegde waarde voor mijn klanten? En als je dat hebt, dan kun je maak je heel veel klanten blij. En B, kun je ook de prijs vragen die je wil. Ja. En dat klinkt heel makkelijk. Ja. Maar voor mij is dat echt wel een reis geweest van de afgelopen 10 jaar. Ja. Dat in de beginjaren was ik een V&D. Ja. Kon je gewoon onderbroeken bij me kopen, maar ook horloges. En nu zit ik eigenlijk op het punt dat ik een soort van juwelier word. Of ben. Dat ik weet dat als mensen bij mij binnenstappen, dan gaan ze ook voor goud. Voor goud. Ja. Voor extreme kwaliteit. Ja. Weet je, en dat is gewoon mooi. Ja, als dat lukt. Dus ik denk dat voor en veel ondernemers, die raken ook gaandeweg hun ondernemerschap een beetje dat spoor bijsten. Maar wat je nu zegt, want ik herken dat heel helemaal. Hè? Want ik merk ook, hoe meer ik focus, hoe succesvoller ik ben, ook met mijn klanten, hoe ik zie dat ik die mensen meer kan helpen. Dus durf te kiezen. Maar dit heeft ook een stukje met je ego te maken. Het stukje zelf los kunnen koppelen. Want op het moment dat er een klant bij jou aanklopt en die zegt, hey Sier, kan je communicatie iets in training doen? Dan denk je, oh, dan word je als het ware gevleid. Hè? Een stukje erkenning van, oh ja, weet je, ze zien mij, ze denken dat ik er goed in ben. Dus jouw ego die denkt, oh tof, ja, dat moeten we doen. Ja. Maar je bent een innerlijke strijd, want het is ook een stukje nee zeggen. Nou, ik heb nu wel zoiets, als mensen mij nu nog bellen voor een communicatietraining, dan denk ik van, hey, er klopt iets niet met mijn website. Nee! nu is dat niet meer. Er klopt iets niet met mijn marketing. Maar op het begin is dat wel natuurlijk een beetje. Ja, ja, dus dat ben ik al voorbij, die periode. En nu is het makkelijk, maar dat is wel een stukje voor beginnende ondernemers, dat ze dat ego-ding, dat ze daardoor gevleid
Nou, kijk, dat hangt ook van af, want dan kom ik weer terug op die mentale veerkracht. Dat je terug gaat naar die M van motivatie, van waarom ben je gaan ondernemen? Ja. En sommige mensen gaan ondernemen vanuit paniek. Mm-mm. Weet je, en andere mensen gaan ondernemen vanuit creativiteit. Ja. Daarbij merk ik ook dat er een groot verschil is of je thuis de kost moet verdienen of dat je het ondernemerschap kan uitvoeren naast je partner die gewoon een vaste baan heeft en ervoor zorgt dat de hypotheek betaald kan worden. Ja. Weet je, dus er zijn verschillende ondernemers. En er zijn natuurlijk ondernemers vanuit de familiebedrijf, et cetera. Ja. En nou, dus kijk vooral naar die M, naar die motivatie van waarom ben jij gaan ondernemen? Waarom onderneem jij? Ja. Heb jij ook nog ergens een bepaalde bewijsdrang? Moet je je ook nog bewijzen ten opzichte van je oudere broer of oudere zus? Of zit daar iets dieperliggends in? Is prima, maar deal with it. Ja. Ja? Ben jij gewoon gepassioneerd door het werk en vind je dat je de wereld echt iets te bieden hebt? Go for it. Als die motivatie gewoon klopt, weet je, dan kun jij ook gewoon, creëer je ook een enorm doorzettingsvermogen. Dat is gewoon je voedingsbodem. Ja. Dus dan kun jij ook gewoon stappen extra doen op momenten dat het nodig is. Nou, in relatie tot die verantwoordelijkheid kun jij elke dag gewoon in de spiegel kijken, durf je dat? Ja. En jezelf de vraag te stellen, hoe is het met me? Ja. Weet je, en dan klopt het. Ja, weet je, en dan kun je gewoon hele mooie, hele mooie dingen bereiken. Ja. En dat hoeft niet altijd vanuit stress en vanuit de 12e versnelling, maar ook vanuit rust. Ja. Want dan kan je juist af en toe knallen als het nodig is. Ja, kijk, en je kan natuurlijk allerlei trucjes bedenken van je moet sporten of je moet met de hond uit gaan wandelen. Of ja, maar uiteindelijk gaat het van ja, waar wil je nou echt blij van? Ja. Waar krijg je energie van? Ja, dat is mooi. Je wordt binnenkort 48. Je hebt al heel veel mooie, bijzondere dingen gedaan. Ook verschillende carrières gehad. Maar als je nou eens over 5 jaar kijkt, of misschien 55, waar sta je dan? Wat heb je dan nog allemaal gerealiseerd? Hoe sta je dan in het leven? Wauw, dat is bijna een levensvraag, Sanne. Ja, nee, als ik als ondernemer kijk, dan hoop ik dat ik gewoon deze consistentie in de business gewoon mag volhouden. Ik hoef niet per se meer of nog grotere doelen te bereiken. Ik ben echt helemaal oké. Okay. En met bepaalde podia dat je denkt, toffe klanten, tof bedrijven. Ja, dat komt allemaal vanzelf wel. Oh, weet je, ik zeg kwaliteit komt vanzelf bovendrijven. Ja. En als ik gewoon extreme toegevoegde waarde blijf bieden. Ja. Als ik gewoon in de klantenkring die ik heb, dat ik gewoon mensen gewoon continu blij mag maken. Ja. Dan komen er vanzelf allerlei mooie dingen op mijn pad. Weet je, en ik ben gewoon super blij met mijn relatie. Marielle, mijn vriendin, die werkt in het onderwijs. Dus die heeft 12 weken per jaar vakantie. Dus jij ook. En ik ben gewoon heel dankbaar dat ik ook gewoon 12 lange strepen in mijn agenda heb. En dat we gewoon mooie dingen kunnen doen. En dat iedereen, dat we allemaal gezond zijn. En dat er vanuit creativiteit, dat ik vanuit creativiteit mag ondernemen. En dat is voor mij heel erg waardevol. En ik hoop dat ik dat heel lang mag volhouden. En als ik dan van tijd tot tijd, nou, in dit geval wel wekelijks, gewoon dankbare mailtjes krijg van mensen die mijn boek hebben gelezen, of een training of een lezing hebben bijgewoond. Ja, dan klopt het aan alle kanten voor mij. Ja. Super vet. En wat is nou het mooiste verhaal wat jij van iemand te lezen van je boek of van een klant of iemand die een training van jou heeft gevolgd? Het is vaak misschien ook wel dat er iemand is die denkt die met een heel dankbaar verhaal kwam. Heb je die eentje zo die? Ja, nou, misschien is het verhaal van ik heb in 2015 heb ik samen met een fantastische groep mensen een bergexpeditie georganiseerd voor mensen met een lichamelijke beperking. En waarbij we eigenlijk met 6 mensen met een lichamelijke beperking en 9 vrijwilligers een berg gingen beklimmen in Noorwegen. En nou, dat was een heel traject. Dus dat waarin we echt een berg gingen beklimmen met mensen die in een rolstoel zaten, met mensen die een geamputeerd been hadden, met mensen die een spierziekte hadden, met allerlei ongemak. Waarbij we dus samen als team gewoon een buitengewone prestatie hebben geleverd door de top van een berg
te bedwingen. Ik geloof niet zo in het bedwingen van bergen, maar in dit geval kwamen we allemaal boven. En in het voortraject van die expeditie had ik natuurlijk een gesprek met een van de deelnemers. En dat was een vrouw. En die was getroffen door een spierziekte. En ik kwam bij haar thuis om haar te vragen van, joh, we gaan binnenkort met een fantastische groep mensen een expeditie organiseren. Wil je mee? Ik was via via met haar in contact gekomen. En toen, dus ik vroeg naar haar motivatie, want ik ging wel mijn formule van mentale veerkracht toetsen bij haar. Ja, van hoe zit het met motivatie, hoe zit het met doorzettingsvermogen, hoe zit het met verantwoordelijkheid? En ik zeg, waarom wil je graag mee naar Noorwegen? Waarom wil je graag een berg beklimmen? En ik zeg, ga niet een verhaal vertellen over dat je van uitdaging houdt, want je hebt elke dag al uitdaging genoeg om van je bed naar de badkamer te komen. Dus ik zeg, bespaar me die clichés en vertel me waar het echt over gaat bij jou. En toen zei zij van, nou, Siert, sinds ik getroffen ben door die spierziekte, gaan mensen mij anders benaderen. Weet je wel, overal waar ik kom, ben ik bijzonder. Ben ik een bijzonder iemand, gaan mensen voor mij aan de kant. Als ik door een winkelstraat loop of rij met mijn karretje, gaan mensen voor mij aan de kant. Als ik met een vriendin naar een restaurant ga, worden tafels en stoelen voor mij aan de kant geschoven. Alsof ik een heel bijzonder iemand ben. En ik wil nu graag een berg beklimmen. Omdat ik dan weet dat er één ding gebeurt. Is dat die berg, die gaat geen rekening met me houden. Die rotsblokken en die stenen, die gaan geen rekening met me houden. En ik hoop op die manier weer een stukje van mezelf terug te vinden. Nou, als je dus met zo iemand op pad gaat, dan klopt die M. Ja, ja, ja. Weet je, en zo kan ik nog heel veel verhalen vertellen over wat die uitdagingen doen met mensen. Ja. En dat mensen dus realiseren van, dit is mijn echte motivatie. Dit is waarom ik de dingen doe die ik doe. Ja. En dan is het ook logischerwijs dat je ook daarin doorzet, maar ook op tijd je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen gezondheid. En dit is eigenlijk één op één te vertalen naar hoe teams werken. Dat als jij met je team helder hebt, jongens, hier doen we het voor. Dit is ieders verschillende motivatie. Elk motief mag er zijn. En op deze manier gaan wij knallen. En op deze manier gaan wij extreme toegevoegde waarde leveren voor onze klanten. Ja, dan kun je gewoon de hele wereld aan. Ja, mooi. Ja. Weet je, dus al die persoonlijke verhalen, die zitten ook in het team. Die zitten ook in organisaties. En nu hoef je niet per se naar Noorwegen. Of je hoeft niet per se naar Siberië. Het is wel leuk. Het is wel leuk. Of je hoeft niet per se naar de Noordpool om jezelf te ontdekken. Ja. Maar kijk gewoon waar jij je invloed op hebt. Ja. En ik ben er echt van overtuigd dat iedereen, waar die ook zit, op zijn of haar manier het verschil kan maken. Ja. Dat is heel mooi wat je nu zegt. Weet, take your responsibility. Want je kan gewoon een verschil maken. Dat is wel heel mooi. Want vaak heb je dat niet bij jezelf door. Maar ik vind het heel gaaf om te zien dat je in je eigen omgeving, heb ik zelf ervaren, dat je doordat je zelf enthousiast bent of verandert of meer gaat stralen omdat je meer energie hebt, dat je anderen ook aanzet om een kleine verandering door te voeren. Dat vind ik gewoon heel tof. Nou goed, kijk, als je met teams gaat praten over mentale veerkracht of over het verschil maken, dan zeggen mensen wel eens, ja, maar hallo, er werken hier 5000 mensen in deze organisatie. Hoe kan ik nou in mijn eentje het verschil maken? En dan hebben ze het over de organisatie. Ja. Zonder dat ze doorhebben dat ze zelf deel uitmaken van die organisatie. Ja. Ja. En dan vergelijk ik het wel eens met een warme zomeravond. Hè? Als er je ligt in je bed en het is heel warm en dan hoor je zo'n vlieg, of zo'n mug moet ik uit zeggen, zo'n mug op je slaapkamer. Weet je, bzzz, een heel klein muggetje. Nou, en Marielle die wordt er natuurlijk helemaal gek van. Ik vind dat mooi. Ja, ja. Want dan zeg ik wel eens, kijk nou eens hoe zo'n klein muggetje het verschil maakt in zijn eentje op onze slaapkamer. Ja. Hè, we slapen gewoon kloten door één zo'n klein muggetje. Dus als zo'n klein muggetje het verschil kan maken voor 2 volwassen mensen, ja, dan moet het toch op andere momenten ook kunnen. Nou, en dat vertel ik nou wel eens. En dan zeggen mensen, ja, ja, ja. Maar die mug, die gaat het einde van de ochtend niet halen. Weet je wel? He, dan ga je met je handdoek achter die mug aan. Nou ja, maar dan is het zo van, ja, maar jij hebt ook niet de zekerheid dat jij morgen nog bent. Ja, dat is ook zo. Dus wat is het alternatief? Jij kan gewoon op jouw manier, of je nu een secretaresse bent, aan de lopende band werkt, een managementfunctie hebt, alle lagen van de organisatie. Iedereen kan in zijn kring
een manier van verschil maken tentoonspreiden. Ja. Ja, en dat is echt mijn stellige overtuiging. Ja. Dus pak die verantwoordelijkheid. Dat is die V, hè. Pak die verantwoordelijkheid. Ik zeg al wel eens gewoon, zet gewoon die lach op je gezicht en ga van daaruit met die andere aan. Ja, inderdaad. Weet je, dat zie je dan ook wel eens. Ja, het mag je wel eens wat gezelliger op de afdeling. Doe het zelf. Nou, wees dan de eerste die grap maakt, weet je. Of neem eens een keer zonder aanleiding gebak mee. Ja. Of naar je werk. Ja. Weet je, jij, wat het ook is, weet je, dat kost je €5 en je hebt een hele andere dag. Ja. Ja. Dus maar mensen zijn heel vaak geneigd om weer een beetje in een reflex te schieten of in een bepaald patroon te schieten. En dat vooral die andere iets moet doen, waardoor ze zelf in beweging komen. Ja. Ja, maar dan zit je allemaal op elkaar te wachten. En wijze doen we dan, hè? Want die andere moet de eerste stap zetten. Maar ben zelf die leider die eerste stap zet. Ja, en dat klinkt allemaal, hè, dat klinkt wel een beetje makkelijk. Soms zijn er ook mensen echt beschadigd door anderen. Door wat voor omstandigheden dan ook. Soms worden, en ik wil daar niet aan voorbij gaan hoor. Want ik ben niet iemand die zegt van nou, als je maar positief denkt, komt alles goed. Ja. Weet je, sommige mensen hebben echt een flinke tik gehad. En daar moet ook echt goede zorg voor zijn. Ja. Weet je, dus dat als echt alle energie uit je lijf is, dan kun je niet maar blijven zeggen, ja, doe waar je blij van wordt. En volg je hart. Want dan is dat ook weer echt een beetje gelul. Ja, weet je, want soms is er ook gewoon iets anders nodig om mensen weer op het goede spoor te krijgen. Ja, soms moet je gewoon letterlijk bijtanken. Ja, of de juiste hulp vragen of de juiste hulp aangeboden krijgen. Ja. Ja, dus het is niet zo dat als je maar positief denkt, komt alles goed. Nee, ja. Maar kijk wel waar je wel invloed op kan uitoefenen. Weet je, en dat is voor mij gewoon mentale veerkracht. Dus dat je je succesvol staande houdt in wisselende omstandigheden. Ja. Dus wat er gebeurt, kun je niet meer veranderen. Maar kijk wel waar je invloed reikt naar wat er nog komen gaat. Ja. En hè, het stukje, heb zelf, dus ik ga kijken waar je zelf dus invloed op kan hebben. Maar als je nu, hè, want we hebben nu een super mooi gesprek gehad. Heel veel mooie tips heb je gedeeld. Ook mooie inzicht ook van je avonturen. Maar als je nu eens één tip of één ding mag aangeven wat voor jou het verschil heeft gemaakt, als een soort afsluitende boodschap, wat zou datgene dan voor jou zijn? En als je één ding lastig vindt, mogen er ook drie zijn. Ja. Nou, als je kijkt naar, even heel kort over mezelf. Terwijl ik heb een marathon gelopen op de Noordpool. Terwijl ik een bloedhekel aan hardlopen heb. Er ook helemaal niet goed in ben. Is jouw perceptie, natuurlijk. Ik heb een paar duizend kilometer door Siberië gefietst. Dat was volgens mij mijn eerste echte fietsvakantie. En je gaat nu zeggen dat je ook een hekel hebt aan fietsen? Nee, tegen jou ga ik dat zeker niet zeggen. We hebben een prachtige expeditie georganiseerd voor mensen met een lichamelijke beperking. Die hebben een berg laten beklimmen. We hebben een paar jaar geleden een ultra triathlon georganiseerd voor mensen met een dwarslesie. De boodschap is eigenlijk, stel onrealistische doelen en bereik onmogelijke resultaten. Dus je kan altijd meer dan je denkt. En in mijn lezingen gebruik ik vaak het voorbeeld van de hommel. Die ga ik wel verklappen. Ja, kom maar op. En ik gebruik vaak het voorbeeld van de hommel. En misschien dat de luisteraars dat mee kunnen nemen. Gedraag je als een hommel. Weet je wel, ken je dat kleine diertje wat op een wesp lijkt? Ja, ik ken hem. Ja, een bij. Ja, nou, ja, een bij. Of ja. Hoe noem je dat eigenlijk? Het is geen bij, maar wel een hommel. De hommel, ja. Dus mijn tip zou zijn, gedraag je als een hommel. Nou, dan denk je, hè, wat bedoel je nou? Nou, als je goed kijkt naar de hommel, dan is dat een heel dik, pluizig diertje. Weet je, zo'n bolletje is het. Maar met wat hele kleine vleugeltjes. Dus hele kleine, vliesachtige, dunne vleugeltjes. En dus volgens de wet van de aerodynamica kan die hommel niet vliegen. Want zijn lijf is veel te groot dik en te zwaar en te dik ten opzichte van de spanwijdte van zijn vleugeltjes. Yeah. Maar weet je wat nou interessant is? Hij vliegt. Die hommel die kent die wet niet. Dus die gaat gewoon vliegen. En ondertussen maakt hij nog honing aan ook.
En ik denk dat heel veel mensen zich wat vaker mogen gedragen als een hommel. Ja. Ja? Laat je nooit klein maken door kleingeestigen. Laat je nooit in de middenmoot plaatsen door middelmatige mensen. Ja, en laat je nooit in de kramp jagen door krampachtige geesten. Ja. Weet je, gedraag je als een hommel. Ja? Doe dingen waar je blij van wordt en maak honing aan. Zorg voor toegevoegde waarde. Dit is heel mooi, man. Ja, hij is goed, hè? Hij is heel goed. Zorg voor toegevoegde waarde. Ja, je moet wel honing aanmaken. Je moet wel honing aanmaken. Je moet wel zorgen dat je een bijdrage kan leveren. Precies. Ja, wel die honing geven. En ook het... Weet je wat, ik denk dat dat ook... we hebben het vaak over, hè, van volg je hart en doe waar je energie voor krijgt. Maar dat is niet altijd zo makkelijk. Nee. Wanneer wordt het makkelijker? Als jij je hart volgt en in datzelfde stramien eigenlijk ook nog toegevoegde waarde levert voor anderen. Ja. Ja, dan dat heb je goud in handen. Ja, want dat is ook heel mooi. Want als je anderen dus toegevoegde waarde kan leveren, je helpt anderen, dan het geven, dat maakt je ook blij. Dus als je anderen kan inspireren, aanzetten of iets, dat is al... volgens mij hebben wij nu ook al toegevoegde waarde geleverd. We hebben nu ook al honing gemaakt, toch? Ja, maar heb je wel eens een zagrijnige hommel gezien? Nee. Maar ja, wat ik ook wel mooi vind, ik kom nu heel weinig hommels buiten tegen me dit in het herfst. Ja, de winter is wel... Ja, dat klopt, ja. In de winter. Maar ja, hij moet toch ergens zijn, toch? Hij is wel slim. Ja, waarschijnlijk zijn ze naar het zuiden. Maar ik ga morgen naar Valencia toe. Dus dan ga ik de hommel achterna. Ja. En ik denk dat er in organisaties, gewoon ook in de keiharde corporate business of in andere ondernemingen, in je team, mogen mensen zich best wel eens wat vaker gedragen als een hommel. Ja. En weet je, en het goede nieuws is, je kunt het gewoon trainen. Ja, maar dat is het. Hè. Het is binnen handbereik. Ja, dus op het moment dat je... Hè, dat is iets wel wat jij zegt. Je bent, iedereen is tot nog meer in staat. Ze mogen wat meer onrealistische doelen stellen. En als je dus die weerstand of die mentale weerbaarheid... die kan je trainen. Dus dat is wel echt... Als je daarmee aan de slag gaat, kan je nog weer mooie resultaten zetten. Het is heel erg goed trainbaar. Ja. Ja. En dat... Ik schrijf ook in mijn boek hoe je dat dan doet. Ja. Nou, hoe dus je bestel dat boek, hè? Bijvoorbeeld. Nou, sterker nog, Sanne, je hoeft het boek niet te bestellen. Want ik ben inmiddels zover. Ik stel mijn boek gratis ter beschikking. Oh, serieus? Ja, je kan op mijn website, siertnutma.nl, kun je mijn complete boek gratis downloaden. Serieus? Ja, en dat is geen sales funnel-achtige shit toestand. Want normaal gesproken, als je dingen gratis kan downloaden, dan krijg je allemaal nieuwsbrieven en upsell terror, noem ik dat, voor terug. Daar doe ik niet aan. Dus je krijgt geen nieuwsbrieven van mij. Ik kom ook niet nog een keer achter je aan met wil je dit kopen, wil je dat kopen. Nee. Ik vind mentale veerkracht vind ik zo belangrijk. Dat is echt een gamechanger van deze tijd. Dus dat ik mijn complete boek gratis ter beschikking stel. En die is gewoon dus gratis te downloaden op mijn website. Iedereen naar de website. Ik zal zorgen dat hier zo meteen een linkje bij staat. Maar dan gaan ze jouw boek gewoon downloaden. Nee, wel een hele mooie weggever. Dat is alweer die honing die je gecreëerd hebt. Dat is doe de je slim, practice what you preach. Practice what you preach, ja. Nou, mooi. Siert, dank je wel. We hebben echt heel veel mooie dingen gehoord. Mooie verhalen, maar ook praktische, concrete tips waar ze nu mee aan de slag kunnen gaan. Ben meer die hommel en ga het boek downloaden. En dan wil ik je hartstikke bedanken voor dit mooie gesprek. Top. Doen we een high five? High five. Oké. Okay. Hey. Hey. Oh, nee. Yo. Met geluid. Dankjewel, Siert. Gaaf. Dankjewel dat ik hier mag zijn. Super. Bedankt voor het luisteren van deze podcastaflevering. Ik vind het zo gaaf dat je tot het einde bent gebleven. Nou, daar wil ik je natuurlijk ook voor bedanken. Ik wil nog twee dingetjes meegeven. Ga naar mijn website toe. Daar heb ik een toffe weggever staan waarbij ik je help vol energie je doelen te realiseren. Moeiteloos, recht op de finish af en ik help je zakelijk winnen zonder privé te verliezen. Nou, ik zou zeggen, ga eventjes naar mijn website en daar vind je deze gratis download en ik help je dus echt mee om recht op de finish af te gaan.
En daarnaast wil ik je vragen, want het is mijn missie om nog meer mensen, om duizenden mensen te inspireren met deze podcastshow. Dus maak even een screenshot, deel het op social media, tag mij. Ja, en ik vind het dan ook weer leuk om jouw verhalen weer te delen. Dus deel jouw inzichten van deze podcast en dan zie ik deze ook weer voorbij komen. Dankjewel, een hele fijne middag, avond of ochtend toegewenst. En vergeet één ding niet, kom in actie, want daarmee ga je het verschil maken. Doei doei! Come on in.